Suriname vervult voor wat klimaatadaptatie betreft een belangrijke rol tijdens de klimaatconferentie COP28 in Dubai. Dit zegt Yvette Patterson, directeur klimaat van het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM. Patterson zegt dat partijen onderwerpen waarover er nog geen overeenstemming is bereikt, kritisch zullen doornemen. Suriname start de onderhandelingen in het kader van de Alliances of Small Development States. Suriname heeft dit jaar de eer gehad om namens de G77 landen te fungeren als coördinator voor het thema adaptatie. President Santokki zal ook deelnemen aan deze vergadering. Morgen zal het staatshoofd de algemene vergadering van COP28 toespreken.